Welkom bij Huifkarcentrum de Kronkel. In deze korte film krijgen jullie een snel cursus zelf mennen. Zo zijn jullie goed voorbereid op de Huifkarrit. Vandaag gaan jullie mennen met een fjordenpaard. Fjorden staan bekend om hun rustige karakter en soms eigenwijze trekjes. Onze fjorden zijn ontzettend braaf en kennen de Huifkarroutes heel goed. Als jullie dus niet zelf sturen, kan het zomaar zijn dat het paard de snelste route naar huis kiest. Behalve dat onze paarden heel braaf zijn, hebben ze ook een eigen persoonlijkheid. Onderweg leren jullie het paard vanzelf kennen. Het belangrijkste van het mennen is het besturen van het paard. Degene die dit doet noemen we de koetsier. De koetsier zit voor op de kar aan de rechterkant en heeft de leidsels in handen. Met de leidsels kun je het paard naar links en naar rechts sturen en laten stoppen. Door aan het linker leidsel te trekken, gaat het paard naar links. Wanneer je aan het rechter leidsel trekt, zal het paard naar rechts gaan. Bij het sturen is het de bedoeling om het andere leidsel losser te laten. om het paard de ruimte te geven om zijn hals te kunnen bewegen. De leidsels zitten vast aan het bit, welke in de mond van het paard zit. Trek dus rustig aan de leidsels bij het sturen en stoppen. Wanneer het paard braaf is en rechtdoor loopt, mag er een boogje in de leidsels hangen. Zo krijgt het paard genoeg ruimte. Bij het sturen van bochten is het belangrijk dat jullie deze ruim insturen. Het paard zal namelijk uit zichzelf de bocht afsnijden, maar dit kan betekenen dat de huifkar blijft steken in de berm. Stuur daarom het paard wat verder recht door en neem bij voldoende ruimte pas de bocht. Om het paard vanuit stilstand voorwaarts te laten gaan of te laten stoppen, gebruiken we stemcommando's. Om het paard te laten vertrekken, roept de koetsier voorwaarts stap en kan er met de tong geklikt worden. Hierbij is het belangrijk om de leidsels naar voren te brengen. Om het paard de ruimte te geven de huifkar van zijn plaats te trekken. Wanneer het paard niet reageert op het commando, dient er iemand af te stappen en het paard ter hoogte van zijn hoofd bij de leidsels vast te pakken en een stukje mee te lopen. Zorg ervoor dat iedereen zit ten tijde van vertrek, zodat er niemand achteruit de huifkar valt. Om het paard te laten stoppen, trek je aan beide leidsels en roep je HO. Wanneer het paard stilstaat, kan de koetsier de handen weer ontspannen. In de huifkar zit ook een voetrem. Deze is niet om het paard te laten stoppen, maar om de huifkar af te remmen. Wanneer het pad heuvel afloopt, moet de koetsier de voetrem gebruiken om te voorkomen dat de huifkar het paard naar beneden duwt. Wanneer de wagen namelijk te zwaar is om tegen te houden, zal het paard naar beneden gaan draven. Dit mag absoluut niet. Het paard moet heuvel af blijven stappen. De route die jullie gaan rijden is volledig stapvoets. Jullie krijgen een routebeschrijving mee. Hierop staan dikgedrukte letters, zoals bijvoorbeeld de T en de K. Deze letters staan voor de bordjes die jullie in het bos langs de route gaan tegenkomen. Ook staat er in de tekst verschillende keren dikgedrukt I en P. Dit staat voor iemand naast het paard. Hierbij moet iemand uitstappen en het paard bij de leidsels begeleiden. Bijvoorbeeld bij het oversteken van een fietspad of kruispunt of het helpen insturen van een scherpe bocht houdt het paard hierbij ter hoogte van zijn hoofd aan de leidsels vast. Let op, de koetsier dient te allen tijden op de huifkar te blijven zitten. De IMP'er mag dus niet de koetsier zijn. Ook bij een ongewone situatie dient de IMP'er naast het paard te lopen. Bijvoorbeeld bij het passeren van een ander paard, een auto of bij een laag overvliegende helikopter. Wanneer jullie voor een lange route hebben gekozen, kan er onderweg een pauze worden gehouden. Let op, dit dienen jullie vooraf altijd te overleggen met de medewerker van de kronkel, zodat jullie een passende routebeschrijving mee kunnen krijgen. Bij het houden van een pauze zit de koetsier altijd op de huifkar met de leidsels in de handen, om te voorkomen dat het paard uit zichzelf naar huis loopt. Bij een pauze moet ook de IMP'er altijd naast het paard staan. Vanwege de veiligheid mag het paard nooit worden vastgebonden. Voor het paard hebben jullie brokjes meegekregen. Deze mogen jullie uit de hand aan het paard voeren. Niet alles in één keer, maar af en toe een handje. Gooi de brokjes niet op de grond, anders eet het paard misschien zand en steentjes mee. Bij warm weer krijgen jullie een jerrycan met water en een emmer mee om het paard water aan te bieden. Het kan zijn dat het paard niet drinkt, maar bied het in elk geval wel aan. Mochten jullie onderweg verdwalen of andere vragen hebben, kunnen jullie ons altijd even bellen. Ga niet zelf omkeren met de huifkar. Het telefoonnummer hangt aan de linkerkant in de huifkar. Als jullie stilstaan, moet er natuurlijk wel altijd iemand naast het paard blijven staan. En heeft de koetsier de leidsels nog steeds vast? Het paard mag een paar brokjes krijgen zodat hij braaf blijft stilstaan. Wij zullen jullie aan de telefoon verder helpen. Onze paarden houden erg van eten. Onderweg mag het paard echter geen gras eten, omdat de bermen vol met gras toch wel aantrekkelijk zijn. Is het belangrijk om altijd in het midden van de weg te rijden? Als hij toch uit zichzelf gras gaat eten, is het handig dat de INP-er hem hiervan wegtrekt aan de leidsels. Let wel op, ook hierbij trek je aan zijn mond, dus trek niet te hard. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van de snelcursus Zelf mennen. Mochten jullie nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan een van onze medewerkers. We wensen jullie een mooie en avontuurlijke rit. Heel veel plezier!